Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een action shoplog voor jullie en ik realiseer me dat deze shoplog heel snel komt naar de vorige shoplog, omdat ik de vorige keer ook al naar de action was geweest. Alleen dit keer moest ik cadeautjes kopen voor Nathalie, want Nathalie was 20 juni jarig en zij viert het 23 juni. Dus ik moest cadeautjes kopen. En ze had eigenlijk een lijstje en de spulletjes die ze erop had staan kwamen ook voornamelijk van de action. En ik had sowieso al heel veel dingen in mijn hoofd die ik leuk vond om aan haar te geven. Dus dan ga je naar de action. Ik heb best wel weer een tas vol, want aangezien ik nadat ik spullen voor Nathalie heb gekocht, heb ik ook weer spullen voor mezelf gekocht. Ja, ik denk dat we toch de meeste van ons wel weten hoe dat gaat bij de action. Je gaat voor cadeautjes en je komt weer met een hele tas vol thuis. Dus mocht je benieuwd zijn welke spullen ik heb gekocht, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee bij deze video. En hou je ook zo van action shoplogs, doe dan alvast je duimpje omhoog. De prijzen van de producten zet ik gewoon weer in beeld zoals je van mij gewend bent. Dan begin ik met het eerste product en dat is weer zaagsel. In mijn laatste shoplog heb je kunnen zien dat ik ook al zaagsel had gekocht. Maar toen heb ik één pak gedaan. Meestal koop ik twee pakken, maar toen moesten we alles met de hand dragen. Dus omdat ik wist dat ik eigenlijk snel weer zou gaan, dacht ik, nou weet je, haal ik dan gewoon nog een pak en weer even een pak. Dan heb ik weer even wat staan. Dan heb ik voor mezelf even een mapje gehaald. En dit lag eigenlijk allemaal bij de schoolspullen. Ik vond hem voornamelijk heel erg leuk vanwege de lipjes die erop staan. Het heeft een beetje een holografisch kleurtje. En dit vond ik heel erg handig om mijn losse papieren in te doen die ik in mijn bullet journal gebruik. Want ik plak heel veel, ik ga twee bullet journals bijhouden en degene die voor mijn blog is, plak ik heel veel losse papieren in omdat het doordrukt. Toen dacht ik, nou weet je, de papieren die ik af heb en die ik nog niet gelijk erin kan plakken, die kan ik dan even netjes opwerken zodat ze recht blijven. En zo ziet de binnenkant eruit. Maar eigenlijk gewoon even heel basic zo'n map. Dan heb ik voor Nathalie een cadeautasje gekocht. Hier ga ik de cadeautjes insteken. Hier zit helaas geen kaartje aan waar je je naam op kunt zetten. Maar deze was wat groter, want deze is even iets groter. Aangezien ik wat grotere dingen heb en ik wil het even heel erg leuk inpakken allemaal, dacht ik, nou dan ga ik gewoon even voor een cadeautasje. Wel zo leuk, dit vond ik ook de feestelijkste die er was met de slingertjes erop. Dan heb ik ook gelpennen gekocht voor Nathalie. Alleen helaas kwam ik erachter dat dit lipje kapot is. Dus hij kan maar op één ding open, want dit is afgebroken. Nou weet ik niet of ze het heel erg vindt. Ik kan wel even laten zien welke pennen erin zitten. Volgens mij heb ik het bij mijn eigen ook al gedaan. Het zijn dus deze kleurtjes. Maar dat moet ik even kijken of ze dat erg vindt. Anders zou ze even moeten ruilen voor eentje die wel dicht kan. Maar ik heb het gewoon niet gezien in de winkel. Dus dat was een beetje jammer. Maar hier zitten mini, 24 mini gel pennetjes in. Dan heb ik voor mezelf nog deze stickers gehaald. Weer in mijn bullet journal. Ik vond die dieren vooral heel erg leuk. En ik vang katten op. Deze. En oh, deze staat er ook op. Daar heeft hij dus niet die dingetjes om zich heen. Ik zie ijsjes, envelopjes, een olifantje, een potje, ja, vogeltjes. Er staan gewoon heel veel diertjes op. Ook leuk van deze dingen. Die zou je leuk aan de rand kunnen plakken. Heeft deze ook. Dus deze stickertjes van Deco Time is dit geval. Wat ik ook heb gehaald is een whiteboard set. Dit is een mini whiteboard set. Leek me handig voor boven, want ik wil boven ook wat meer gaan doen. En dan dacht ik, nou dan kan ik gewoon wat dingen ophangen. En hier zit ook iets van kurk. Hier kun je dus zelf je nog wat inprikken met een punaise of zo. Ze hadden verschillende kleurtjes. Ik had eerst een heel felle roze op het oog. Alleen die had dus niet van die magneetjes. En dat vond ik wel heel erg leuk dat die erbij zaten. En die zaten bij die roze er dus niet bij. Dat was wel een beetje vreemd. Maar ja, ik heb nu een beetje roze en goud. En dat vind ik ook wel leuk. En er zit ook een stift bij. Dan ben ik een cadeautje voor Nathalie. En dat is deze glow en highlight paletten. Ik heb deze gehaald toen ik laatst haar make-up deed in de I Do My Sister's Make-up video. Hebben we deze highlighter ook gebruikt. Volgens mij wel de andere variant. Maar zij is meer van blauw dan van roze. Dus ik dacht, nou die ga ik voor haar verjaardag geven. Want ik wist dat ze hem zelf niet zo snel zou kopen. Want zij koopt niet heel veel make-up. Dus ik dacht, nou vind ik het wel heel erg leuk om die voor haar verjaardag te gaan geven. Zodat ze hem zelf ook heeft. Aangezien ze hem zo heel erg mooi vond.
Dan heb ik voor Nathalie deze etui gekocht. En dit is een pantenprint etui. Dus toen wij de laatste keer bij de Action waren, waren we samen. Toen wees ze deze etui aan dat ze die heel tof vond. Je had deze in verschillende kleuren. Je had hem ook in de originele pantenprint. Dus een beetje met geel. Je had hem in het rood en ook nog in de roze. Toen zag ik blauw. Toen dacht ik, nou, dat vind ik voor Nathalie wel heel erg leuk. Er zit nu gewoon nog papier in. Maar ja, het is dus gewoon een hele leuke etui. Hij is best wel stevig, moet ik zeggen. Ja, de rits is ook goed. Daar ben ik blij mee. En eventueel zou ze dus die gelpen ook hierin kunnen doen. Als ze dit zo heel erg vindt dat het doosje kapot is. Maar dat is voor op haar nieuwe werkplek in ieder geval. Dan heb ik voor mezelf ook even een etui gekocht. Want ik had ook nog een etui nodig voor mijn spulletjes van mijn bullet journal. Ik heb gewoon deze gedaan. Dat is, er staat amazing op. En dit is gewoon een beetje een rond etuietje. Een beetje een holografisch idee heeft hij ook. Ik ben zelf niet van de panterprint. Ik vond de formaat van die panterprint heel erg mooi. Maar ik vond dit ja, toch wat meer mij. En ook met zo'n tekst op. Ik vond dat toch leuker dan zo'n panterprint. Want ik hou daar persoonlijk gewoon niet van. Dan heb ik even... Oh, ze zijn al een beetje los. Panty sokjes gekocht. En dit zijn van die panty kousjes. Nee, sokjes moet ik zeggen. Het zijn geen kousjes, het zijn sokjes. Dat zeg ik net. Die vind ik heel erg handig om in mijn ballerina's bijvoorbeeld te dragen. Of ook soms in mijn pumps met een lange broek. Ik ben niet zo fan van blote voeten in mijn schoenen. Sommige schoenen moet je wel. Maar over het algemeen probeer ik het te vermijden. En ik had niet zo heel veel meer van die panty sokjes. En nu was ik bij de Action. Toen dacht ik, nou, dan neem ik ze mee. Ik heb hem in de kleur Vienna. Het is gewoon one size. Ja, dat is een beetje een huidskleurtje, zeg maar. Dat is een beetje dit kleurtje. Ik kom best wel wat in de richting van je huidskleur. Ik heb ook altijd mijn panties in de kleur Vienna. Dus ja, ik dacht gewoon even handig. Dan voor Nathalie deze holografische lipgloss. Ik heb hem zelf laatst ook meegenomen. En toen zag ik een blauwe. Ik denk, oh, dat vind ik voor Nathalie wel leuk. Dit is de kleur 378 Lumino City. Dus ik dacht, nou, misschien vindt ze dat wel leuk is van het merk Miki. En ja, aangezien ze niet heel veel kleuren hadden, of spullen hadden die zij op het lijstje had staan, ging ik een beetje improviseren. Dus dat is deze lipgloss geworden. Dan heb ik voor haar ook een lippenmaskertje. Ik weet dat ze wel van lippen of van maskertjes had. Ik dacht, nou, misschien vind je dit ook wel leuk. Krijg je hele zachte lippen van, volgens mij. Ja, gehydrateerde, zachte en vollere lippen. Dus ik dacht, nou, dan kan je het gewoon lekker een keertje gebruiken. Er zit een hele beschrijving bij, dus ik dacht, nou, dat is wel leuk voor Nathalie ook. Dan nog meer voor Nathalie. Ik heb deze beker gekocht. Dit is een isolatiebeker. Ik heb hem in blauw gedaan, omdat zij wel heel erg van blauw had. Ik heb hem zelf vorig jaar al een keer gekocht in het roze. En hier blijf je drinken dus in koud. Je kunt hem dus zo omhoog doen. Moet dat wel lukken en dan komt het rietje en dan kun je dus hieruit drinken. En hier zit dus, je kunt hem gewoon zo open draaien. Dat rietje moet je trouwens, het rietje zit er los in, dus die moet je nog even hier zo op bevestigen. En dan kan je lekker drinken, zeg maar. En ik vond dit wel een heel leuk kleurtje. Er zit 222 centiliter kan hierin. Dus hij kan in de vaatwasser staan, maar ik zou het je niet aanraden. Dus deze isolatiebeker. Dan heb ik voor mezelf nog washi tape gehaald. En dat is allereerst deze. Een beetje met snoepjes erop. Vond ik wel heel erg leuk. Ik zie hier dan op deze staat zuurtjes en lollies. Dit is eentje met helemaal lollies. En hier op de middelste staat sweet candy. Ik vond ze wel heel erg leuk uitzien. Ze hadden weer wat nieuwe washi tapes. Dus ik ben dol op washi tape. Dus ik dacht, nou, die ga ik voor mezelf meenemen. Dan weet ik zeker dat ik nog een rolletje had. Ja, dat is deze. Dat is met rood. Sterretjes, streepjes en stipjes. Deze vond ik ook wel heel erg leuk. En dit is een metallic. En ja, dit is dan weer een wat luxere uitvoering, zeg maar. Ik vind de washi tapes van de Action heel fijn. Dus ik dacht, nou, die neem ik voor mezelf mee. Dan heb ik voor mijn konijntje wat snoepjes gekocht. Snack. Dit zijn snoepjes en ik heb voor mijn katten eigenlijk altijd heel veel snoepjes. En voor mijn konijn kon ik eigenlijk de laatste tijd niet echt veel snoepjes vinden. Toen zag ik dit zakje bij de Action en ik dacht, nou, die ga ik meenemen voor mijn konijntje. Dus ik vind het ook wel heel erg lekker.
Dan heb ik een aantal pennen gekocht die ik tegenkwam. Die vond ik heel erg leuk. En dat zijn deze balpennen. En daar zitten 6 quotes in. En ik heb voor Nathalie deze. En ik heb hem vooral deze gewoon omdat hier een pantertje op staat. Hier komen dan quotes uit. 2, 3. Als je hem dus klikt, komen hier quotes uit. Ik zal even opnoemen wat hierin staat. Hier staat holy chic. All eyes on you. Brilliant ideas. Kicking it. Sorry, not sorry. Cadam Tiger. Dus dat zijn de quotes die in deze zitten. Dus die is voor Nathalie. Maar ik heb ze zelf ook. En ik heb ook meerdere kleuren. Dus ik heb ook deze gekozen. Volgens mij heb ik alle kleuren voor mezelf. Ik raak penna heel snel kwijt. Ik dacht, ik vind dit echt geweldig. Dan heb ik deze met wit en roze goud. Hier staat op Looking Good. Offline Today. Take the Risk. Positive Energy. Stay Focused. Be Proud. Dus dat zijn die quotes. Dan heb ik ook nog een roze variant. En hier staat op hashtag Dreamer. Hashtag Girl Power. Hashtag Too Busy. Hashtag Goal Digger. Hashtag Go For It. Hashtag Girlbox. Dus dat zijn die. En dan heb ik er als laatste nog een blauwe. En dat is een eentje met... hoe noem je dit? Regenboogkleuren. Ze schrijven trouwens gewoon blauw. Hier staat op Sparkle. Count Stars. Be a Unicorn. Unicorn kleuren zijn het dus. Mermazing. Chose Happy. Be Sweet. En dat waren dus deze balpennen. Dan heb ik voor mezelf ook een lipmasker nog gehaald. En dit keer heb ik de gouden gehaald. Ik heb zelf de rode al. Ik zag nu dat ze ook goud hadden. Ik denk, nou, het lijkt me ook wel leuk. En misschien bevalt het wel heel goed. En ik wil dit nog steeds een keer in een video gaan uitproberen. Ik ben wel benieuwd wat het verschil is tussen rood en goud. Dus ik dacht, nou, neem voor mezelf goud mee. Ik ben dol op maskertjes. Het komt dan weer mooi uit. Voor mezelf heb ik nog mini highlighters gehaald. Dat zijn deze met 5 kleurtjes. Geen idee hoe dit open gaat. Nou, het zit nog dicht, maar hier kun je dus ook mee aanstrepen in je bulletje. Dat vond ik wel heel erg handig. Dan heb ik uiteraard ook weer wat spullen voor de bullet journal. Maar dat leg ik even apart. Ik moet even kijken hoe ik dat doe. Ik heb even een hobby schaartje gehaald, een kleintje. Ik had eigenlijk niet echt een heel handig schaartje voor knippen. En voor bullet journal is het soms handig om een klein schaartje te hebben. Dus ik heb deze eventjes genomen. Er staat trouwens ook dat je DecoTime kan volgen op YouTube, Instagram en Facebook. Dus een klein schaartje. Daar kwam ik deze hele leuke sleutelhangers tegen. Het is een pomponhartje en ik ben dol op sleutelhangers. Ik hang ook graag overal grote sleutelhangers aan, zodat ik dingen makkelijk kan terugvinden. En ik zag deze rode, die vond ik wel heel erg leuk. Maar toen zag ik dus ook een blauwe en ik dacht, nou die vind ik dan wel leuk voor Nathalie. Ik kan ze die ook ergens aanhangen, dus die is ook voor haar verjaardag, zeg maar deze blauwe. Zoals ik al zei, ik ben een beetje gaan improviseren, dus deze. Ook voor Nathalie is deze Dark Instincts. Het is een body mist met een panterprintje. Ik heb hem vooral daarom gekocht. Oh, hij is lekker. Je kunt hem wel een beetje ruiken. Ik heb er niet mee gespleten hoor, dat doe ik bewust niet. Maar hij ruikt wel heel erg lekker. En ik dacht, nou ja, vooral vanwege het printje heb ik hem gekocht voor Nathalie. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vond. En zij van panterprint houdt. Dan heb ik voor mezelf even dit ding gekocht. En dit moet je in elkaar zitten. En dan wordt het een houder voor tijdschriften. Ik heb nog wel eens wat tijdschriften. Ik kreeg laatst bijvoorbeeld bij aankoop van mijn shampoo kreeg ik een Wendy tijdschrift. Dacht, nou vind ik wel leuk om boven neer te zetten. Dan kan ik de tijdschrift een beetje netjes ordenen. Zodat ik er ook gewoon een beetje netjes bij staat. Ik weet niet of het heel stevig is. Het is natuurlijk wel van karton. Maar volgens mij hadden ze die... Harder hadden ze niet. En ik zag deze en ik vond deze ook wel leuk. Dus ik ga dit gewoon proberen of dat het een beetje stand helpt. Dan kwam ik deze mok tegen. Die is gewoon echt zo'n lekker grote mok waar je lekker je koffie uit kan drinken. Of je thee of wat dan ook.
showkanaal. Die ligt op Wish It, Dream It, Do It. Het is een goud en zwart. Ik vond hem echt super leuk. Dus ik dacht, nou, die neem ik mee. Maar toen dacht ik, oh, ik moet ook nog wat voor Nathalie. Dus ik heb hem voor Nathalie ook gekocht. Precies dezelfde, want ik vond deze tekst het leukste. En zij drinkt nog heel veel thee. Dus ik dacht, nou, een mok kun je altijd wel gebruiken. Dus die heb ik voor haar ook meegenomen. Dan heb ik eventjes batterijen gekocht. En dit zijn van die platte batterijen die in mijn weegschaal moeten. Ik zag dat mijn batterij leeg was. Althans, ik denk dat dat aan de hand is, want hij doet het niet meer. Dus ik ga proberen om hem te vervangen. Ik wist dat ik ergens nog batterijen moest hebben, maar ik kon ze niet vinden. Dus ik dacht, neem even een nieuw pakje mee. Ja, dit zijn van die platten, die zijn gewoon altijd heel erg lastig. Omdat je altijd met maten zit. Dus nu heb ik gewoon alleen groot. Dus ik ga even kijken of mijn weegschaal daar weer mee gaat toe. Dan heb ik een hoes van mijn tablet. Ik heb deze zwarte. Het is van Cosmopolitan en hier kan je dus je tablet in doen. Ik heb mijn tablet al liggen, dus ik wil het gelijk even kijken of het past. Ik heb er wel een hoes omheen, maar stel je voor, je moet hem een keer meenemen of zo. Kun je hem extra beschermen door hem dus hierin te steken. Dat past echt super goed. Dit is gewoon een iPad en die past er dus heel goed in. Ik heb een zwarte met ja, glitter. Ze hadden ook hoesje voor je, hoe heet dat? Op de rit staat trouwens ook Cosmopolitan. Voor je laptop, die wil ik misschien met de tijd ook nog wel een keer halen, want ik vind het wel leuk als het matcht. Ja, aangezien Nathalie ook een tablet heeft, heb ik voor haar een bandenprintje gekocht. En ja, ze houdt van bandenprint, dus ik hoop dat ze dit leuk gaat vinden, ook voor haar tablet. Die voor haar laptop, die passen sowieso niet, want zij heeft een iets kleiner formaat als ik. Maar ik dacht, ja, dit vind ik wel heel erg leuk. En ja, ze houdt van bandenprint, dus ja, we moeten wat. Dan heb ik eigenlijk een air freshener gekocht. En deze zag ik al bij verschillende mensen voorbij komen in de shoplog. En dit ruikt zo gigantisch lekker. Echt heerlijk. Ik vind het wel gewoon lekker om af en toe in huis een beetje frisse lucht te sprayen. Een beetje lekker fris geurtje. En deze zijn echt wel heel erg lekker. Met lavender en patchouli. Nou weet ik niet wat dat is. Maar het is echt een hele lekkere home cleaner. Die je gewoon lekker kunt gebruiken. En lekker door je huis kan sprayen. Dus wat wil je nog meer? Dan heb ik dit hele kleine boekje. Hier kun je gewoon inschrijven. En er zit gelijk een klembordje aan. Met rosé goud. Twee stipjes. En ja, in dit boekje kun je dus gewoon wat notities maken. Dat vond ik wel handig. Ik heb nog wel eens ideeën. Dan moet ik het gewoon even snel opschrijven. Dan is zo'n boekje gewoon super handig. Even kijken hoor. Ik heb een agenda voor mezelf gehaald. Ik werk nog steeds met gewone agenda's. En dat is deze. Met lipjes erop. Ik zal het even uithalen zodat we even de binnenkant kunnen bekijken. Wat ik heel erg leuk vind is dat hier een hartje aan de onderkant hangt. En ik zie ook al wat... kijk, deze heeft tabbladen. Er zitten zelfs stickertjes in. Ja, ik ga gewoon even kijken wat dingetjes laten zien. De vakanties, telefoonpyramide. Oh, er zitten ook echt van dit soort dingen in. Oh, wat leuk. Volgens mij kun je hier... Oh, hier kun je wat insteken. Dus hier kun je foto's of zo in doen. En hele leuke quotes zitten hierin. Ja, het is echt een superleuke agenda. Ik ben er nu al blij mee. En dit zit er ook in. Dus deze agenda die heb ik even voor mezelf gehaald, zodat ik weer een nieuwe heb voor het nieuwe jaar. Ik zal hem gelijk even terug doen. Want Kat vindt dit heel erg leuk. En aangezien we hem nog niet kunnen gebruiken, willen we hem even netjes houden. Dan heb ik voor mezelf nog een lippenbalsempje gekocht. Van Miki, een tinted lipbalm. Die kwam ik tegen. Die vond ik er heel leuk uitzien. En ja, deze geeft ook gelijk kleur. Dit is de 381 Ancient Goodest. Ja, dus dat is deze lippenbalsem. Ja, dan. Even kijken hoor. Heb ik maskertjes. Ik zag deze face sheet maskers eigenlijk. En die wilde ik de vorige keer al kopen. Toen heb ik het niet gedaan.
Ik wilde er heel graag eentje hebben, alleen ze hadden helaas alleen maar pantherprint. Dus ik heb wel een panthermaskertje gehaald. Hier krijg je dus een panthergezichtje van als je dit opdoet. Ik zag hem bij verschillende mensen al voorbij komen. Ik was ook wel heel erg benieuwd, dus ik dacht, nou, ik ga er gewoon eentje meenemen. Ik ben dol op maskertjes. En uiteraard, er lagen er nog twee. Toen dacht ik, oh, Nathalie, jij krijgt ook een leopard face mask, want... ja, dit past bij jou. En deze die reinigt je poriën en verwijdert vel en olie. Er zit Perilla Leaf extract in en het is voor alle skin types. Dus dat is die. Wat ik dan nog heb gehaald is een toilet set cleaner. Komt nog wel eens een keer voor, dit stond bij de reisspullen, dat je naar de wc moet in het openbaar en dat die wc heel vies is. Dan kun je dus even over de bril heen spuiten. En dan kan je dus gewoon even lekker alsnog gewoon die wc gebruiken. Dat je een schoon idee hebt. Ja, het is echt puur voor je toiletbril. Dus ik dacht, nou, dat ga ik gewoon eens proberen. Dan kwam ik deze lipbalm Tria tegen van Chupa Chups. Ik was vroeger echt dol op de Chupa Chups lolly en ik dacht, goh, dit ziet er wel heel erg leuk uit. Ik ben ook dol op lippenbalsem. Er zitten drie geurtjes in. De Lemon Zest, de Peach Passion en de Watermelon. Dus dat zijn deze. En die heb ik dus ook gelijk voor Nathalie gehaald. Want dat vond ik wel leuk. Dus gelijk weer een leuk cadeautje. Kijk, ik ben nou eenmaal dol op lippenbalsem. Zo. Dan heb ik een rosewater gehaald. Dit is een facial toner. Ik zag hier al hele goede verhalen over. En ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd. Ze hebben hier een hele lijn van. Ik zal eens even ruiken of dat het een beetje goed ruikt. Oh, het ruikt wel heel erg lekker fris. Maar ja, ik ben altijd wel heel erg dol op mijn gezicht reinigen. Dus ik dacht, nou, dit ga ik gewoon eens proberen. Hier zit de Mask Rose Water in en deze verwijdert ja, vieze restanten eigenlijk. Waar je soms dus misschien net niet bij komt met de gewone water, kun je deze nog even eroverheen gebruiken. Mocht je geluid horen, die kat die zit aan dingen te likken. Dan was ik ook nog even in de make-up hoek natuurlijk en daar kwam ik deze lip color paletten tegen van Miki. Dat zijn deze. Ik zit er verkeerd om in. Want dit is de 604 Sweet Oblivion. En dit zijn lipglossjes. Die kun je gewoon aanbrengen. En ik vond de kleuren wel heel erg leuk. Als je erin zet, kan ik dit een beetje op een normale manier open krijgen. Ja. Dat zijn deze. En daar zitten... donkere kleurtjes in. Gelijk weer even netjes terug doen, want ja, wat is zo'n drama. De doosjes die zijn niet heel geweldig. Dat is die en die heb ik ook nog in een ander kleurtje en dat is de Skertsin 607. Dat is deze. Ook even uithalen. Het zijn natuurlijk allemaal weer dingen die ik kan testen voor mijn blog. Dat is deze. Deze heeft wat lichtere kleuren. Ook wel wat donkerder. Maar dat zijn dit soort paletjes. Die vond ik wel heel erg leuk. En ik heb er ook een voor Nathalie. Dan zal ik eens even kijken. Daar heb ik... deze. Ook die met die. Ik heb vooral gekeken naar de omhulsel. En ik dacht, dit is puur Nathalie. Dus die heb ik even voor haar meegebracht. Ook nog. Ja, het is gewoon even handiger. Dan heb ik eigenlijk alleen nog wat knutselspulletjes die ik wil laten zien. Ik heb een Velum Partens motievenblokje gekocht. Dat is deze. Dit is trouwens allemaal voor mezelf. En hier zit ook wat lichte papieren in. Sinds Nathalie me daar heeft aangestoken, ben ik helemaal fan. Er zitten dus weer patroontjes in die je dus kan gebruiken in je bullet journal. Dat is echt super leuk. En veel van dit soort lichte papieren zit erin. Dus dat is wel echt super leuk om ja, te kunnen gebruiken. Echt hele mooie papieren zitten hierin. Ja, ik word hier wel heel erg blij van. Dit zijn wel vooral van dit soort papieren, niet heel veel. Het is vooral een beetje dat doorzichtige spul, maar ik denk dat je er heel erg leuk mee kan werken. En hoe leuk is deze met die ananasjes erop. Dus
dat is eigenlijk even zo'n papierblok. Dus die nog. Dan heb ik ook nog weer een aantal van deze gekocht. Want die vond ik zo tof. En dit is de Lovely Basics. Met dit soort... Ja, hoe doe ik dit, jongens? Dit soort velletjes. Beetje basic velletjes. Die vond ik ook gewoon super tof. Wat zijn dit? Oh, het zijn geen bananen. Ik dacht dat het bananen waren. Dus dat zijn een beetje deze. En dan heb ik ook een blauwe met Dreamy Blues. En hier zitten dus vooral blauwe accenten in. Dit soort kleurtjes. Gewoon heel erg leuk. Zoals ik in de vorige shoplog ook al heb gezegd. Zou je hier wat meer uitgebreid willen zien? Laat het een keer in een vlog zien. Anders of in een los video. Moet je het even laten weten. En de laatste, dat zijn de Mystery Victorian kleuren. Dat zijn, oh, marmer. Oh, heel vet. Dit soort papierblok dingetjes die erin zitten. Superleuk. Dus dat zijn die blokjes. En als laatste heb ik nog vier stickerboekjes gekocht. Allereerst Oh Honey. En hier zitten dus gewoon stickertjes in. Heel erg leuk. Holiday, weekend, heel veel verschillende soorten stickertjes. Die ik weer in mijn bullet journal kan gebruiken natuurlijk. You're amazing. Ja, het zijn gewoon allemaal stickertjes die hierin zitten. Ja, er zitten gewoon hele leuke dingen bij. Echt ook cijfertjes. Ja, I can do this, take care. Ook heel erg leuk voor to-do-lijstjes zijn deze stickerboekjes echt goud. Dan heb ik ook nog de Have a Good Day. Nu zitten dus wat meer roze tinten in, denk ik. Tekstballonnetjes. Ja, dit soort dingetjes. Ja, eigenlijk ook weer van alles. Echt super leuk. Stickertjes. Happy birthday. You got this. Have a good day. Ja, ik vind dit soort stickerblokjes heel erg leuk. En de allerlaatste, dat is Get Stuff Done. En dat zijn... deze stickerblokjes met vooral ook van die dingen die je, van die banners zeg maar, die ik heel erg tof vind. Dit zijn voornamelijk banners. Oh, oké. De dagen van de week, goals to do, notes, yes. Ja, super tof. Dus deze boekjes die heb ik dan als laatste gekocht. Dan waren dit alle spulletjes die ik heb gekocht bij de Action. Ik ben in ieder geval weer heel erg blij met mijn aankoopjes. Ik ben ook blij dat ik best wel goed geslaagd ben voor Nathalie. Ik hoop dat ze er heel erg blij mee gaat zijn, maar dat gaan we zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste item vonden wat ik heb gekocht. Misschien voor je een cadeautje wat ik heb gekocht voor Nathalie, superleuk. Of iets anders. Laat het me zeker even weten. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Doe dat dan eventjes door op de abonneerknop te drukken. En ook even dat belletje aan te zetten. Want dan krijg je een melding zodra een nieuwe video online komt. Maar je kunt je ook abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. En dan blijf je ook op de hoogte van mijn nieuwste video's. En dan zou ik zeggen tot de volgende video. Doeg!